We zien hier Grumpy Cat en ik vind hem geweldig gewoon, want hij is zo leuk. Super chagrijnig, kijkt altijd met zijn mond naar beneden. Geweldig leuk beest, dus we gaan er een cartoon van maken. En voor de opzet gebruik ik gewoon eerst een eigenlijk min of meer ietsje gebogen lijn. En dat wordt dan de zijkant van zijn lichaam. En hier zie je de bovenkant van zijn hoofd. Oren erop. Vrij eenvoudige vorm dus. Die eerste opzet. En dan komt hier dus zijn gezicht. En waar ik al gelijk rekening mee hou, is zijn snoet. Die snoet moet natuurlijk heel goed opvallen, want hij heeft dus die hele grommige mond, zeg maar. En hier in het midden heeft hij zo'n witte bles. En die is heel opvallend. Ook die snoet zelf is spierwit. En dan zie je hier dus zijn mond zelf. En het is heel grappig. Ik vind hem ook helemaal geweldig leuk, Grumpy Cat. Want hij heeft dus een beetje zo'n snoet als een bulldog. Met die lippen zo helemaal naar beneden toe. En ook zijn ogen die staan heel... ja, chagrijnig eigenlijk. In deze cartoon ga ik die ogen extra groot tekenen. In het echt zijn die natuurlijk niet zo groot. Maar voor een cartoon kun je dus alles maken wat je maar wil. En ja, zo komt hij dus lekker chagrijnig over. Hier zit dan de neus. Hij heeft een vrij klein plat neusje. En dan gaan we eens verder met het lichaam. Hij ligt plat op zijn buik eigenlijk. Dus ik teken hier al de voetjes erin. Eigenlijk gewoon een paar teentjes. Dat is alles. Oh ja, en op de lineke lijn ga ik Grumpy Cat ook helemaal echt tekenen met de haren erin en dat soort dingen. Dus als je dat leuk vindt, dan kun je ook nog even op lineke lijn checken. Voor wat meer realistische, zeg maar, Grumpy Cat met echte haren erin en snorharen en dat soort dingen. Maar ja, hier zijn we dus met de cartoon Grumpy bezig. Eigenlijk net zo leuk. Misschien nog wel leuker ook. Vooral heel grappig om te doen en redelijk makkelijk. Omdat hij een heel typisch gezicht heeft. Ik ga hier verder met de oren. Die hebben natuurlijk een achterkant en een voorkant. Of een achterkant en een binnenkant. En onder die ogen teken ik ook nog een paar van die wallen erin. Dat hij nog chagrijniger kijkt dan dat hij eigenlijk al kijkt. En ik had wel wat stukjes over Grumpy gelezen. Het schijnt een heel vrolijk katje te zijn. Maar ja, hij kijkt gewoon eeuwig en altijd chagrijnig. Geweldig. Nou, dan even kijken hoor. Dan kan ik vast wat donkere delen aan gaan geven natuurlijk. Ik heb de hele opzet gewoon gedaan met een zwart potlood. Bedenk ik me, had ik nog willen zeggen. En omdat ik op gelig papier aan het tekenen ben, kan ik dus heel mooi met wit potlood die witte aftekening tekenen van Grumpy. Hij heeft witte voorvoetjes en een witte borst. En die snoet is natuurlijk wit. En zijn vacht zelf is eigenlijk een beetje bruin-grijzig. En we zagen ook al in die foto dus, de eerste foto in het begin van het filmpje, dat hij ook hele donkere aftekeningen heeft om zijn ogen heen. En zijn vacht is dus eigenlijk een beetje min of meer grijzig-bruinig. Zijn ogen zijn vrij blauw, dus ik zet eerst even een ondergrondje van wit in en dan ga ik daar met blauw overheen. Zodat die ogen een beetje fel eruit springen. Hier met dat donkerbruine potlood doe ik dan dus die donkere aftekeningen om zijn ogen. Komt natuurlijk perfect uit, omdat hij zo grumpy kijkt. En dan heeft hij ook nog van die grumpy zwarte kring om zijn ogen. Dus een ideale kat om echt een cartoon van te tekenen. Zo, even wat vette lijnen erin. En
het is dus wel, vind ik, als je dus een cartoony kat maakt, of wat voor cartoon dan ook, is dat je dan echt hele goede, op een gegeven moment weet je van, nou oké, die lijnen staan goed, dan kun je er ook lekker vet in tekenen. En dat neusje en die mond, die doe ik ietsje roze geven. Heel klein beetje, dat het echt toch een beetje vlezig lijkt. En dat kan ik dan ook een beetje doen op de vacht van het lichaam. En dan in de oren. Zo wordt hij een beetje levendig. Het is wel een cartoon, maar wel heel levendig eigenlijk. Nu dat ik tevreden ben dus met die lijnen, dan kan ik nog even extra met zwart de belangrijkste dingen eventjes benadrukken. Dus die ogen heel goed zwart erin. Een paar oorhaartjes. Hier die aftekening in zijn gezicht. Eens even kijken. Ook die lijnen, zeg maar, van onder het lichaam. En ik zit ook af en toe wel eens een beetje te kijken van, nou, nog ietsje meer blauw in de ogen. Dat die ogen wat beter eruit springen. Maar je kunt natuurlijk zelf kiezen wat voor kleur je hem ongeveer wil gaan geven. Je kan het ook met veelstift doen bijvoorbeeld. En wat ik ook altijd heel mooi vind, ook al is het, oeps, ook al is het een cartoon, om toch ook iets van de omgeving erbij te tekenen. Hier maak ik bijvoorbeeld achterkantje, gewoon met wit. En dan zit hij bijvoorbeeld op een groen kleedje, noem maar wat. Kun je ook blauw maken of rood, maakt niet uit. Ik maak hem dan groen, dus dan krijgt hij een beetje een plekje op het papier. Want als je alleen maar de grumpy zou tekenen, dus de kat zelf, dan is het net of die zweeft op je tekenvel. Dus het is altijd leuker om ook een klein beetje omgeving erbij te tekenen. Hoeft niet veel te zijn, gewoon een beetje. Hier ook een klein beetje schaduw net eronder. Dus gewoon met dat zwarte kleurpotlood. Klein beetje schaduw en dan zit hij echt zo al op de grond. Hier nog een beetje die ogen wat feller eruit laten knallen. En ik vind hem, ja, hij is echt, ik vind Grumpy Cat echt helemaal geweldig. Ik vind hem echt leuk. Ik kijk zijn films ook. En hier in plaats van een smiley, even een Grumpy eronder. En ik hoop dat hij jullie ook gaat lukken. Dat jullie hem leuk vinden. En nou, ik hoop jullie natuurlijk weer te zien in een van mijn andere films. Groetjes van Lieneke. Doei.